ID card aan you, sir. ID card. Onder het CS. So he's not allowed. It's not allowed in the station area to sit here and ask for money. Okay, you can go, yes. Okay. Komen jongens er niet uit, dus. Ja, die ga ik zo allemaal bellen en zo. Gewoon dus. Even. Wil je doen? Een auto gaan? Ja, een auto gaan. Ja, een auto gaan. Ja, een auto gaan. Die remmers ben je? Luik, hè? Ja, is die net stuk? Of is dat lang? Zeker? Dan weet ik wel zeker dat die los zit. Ja, of ja, los tot zit. Het klinkt even. Ja, ga je. Jan Willem. Ik had vandaag. Oh, je bent van de Instagram of ja, ook nog. Ja, ja, ja. Ja, het is, ik had hem vanmorgen gepakt, dus ik heb hem altijd. Kijk, zie je? Ja, maar hij klinkt echt helemaal. Hij is niet hè, sorry. Ja, je aansluiting is lek. Die is lek. Ik denk vandaag, ik durf ook niet harder dan 30 te rijden, omdat het zo kabaal maakt. Ik denk, holy. Hey, heeft u wel rijbewijs bij u? Ja, heb ik. Ik doe het volgende, je krijgt geen boete nu. Maar ik maak wel even melding aan dat ik het gezien heb en dat je er zo mee rond hebt gekregen. Ja, ja, dus ja. Jij gaat maken, want als je dit morgen weer doet en mijn collega denkt, hey, je bent gisteren al ja, precies. Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk wel iets klaar. Ja, 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 ja. Kijk, en als je morgen zegt, ik ben onderweg met de scooterzaak, ja, zorg dat ik die afspraak hier wel bij heb. Ja. Hij moet me even op de aanhanger zetten ofzo. Succes! Ja, jij ook, hè. Dankjewel, hè. Ja, dat zegt hij ook. Hij heeft hier allerlei spullen bij zich. Met je haar spul. Zit daar een vrouw bij? Dat is gewoon echt. Nou, dat kan ook vuur. Daarom liep ik ook weg, hij liep weg, snap je? Ja, dat had ik opgegeven. Alleen het gaat kennelijk om die spullen. Dus ik kan nog even uitsluiten van mij dat hij niet had tegen die andere. We samen daar gaan vlechten. Wilt er ook verder helemaal niks mee en hij ontkent ook dat hij fout stopt is. Ik weet niet wat het verhaal waar is, maar als het hetzelfde verhaal is, dan gaan we klein houden. Ja, dat is akkoord. Staat die pestpartij, staat die op beeld, maar anders kun je het nog een keer echt op straat doen. Heeft u een ID-kaart bij u, meneer? Heeft u niet? Heeft u iets anders met uw naam op? Ja, mijn passen. Is dat wat nodig van jullie? Ja, ik denk iemand even met zo'n 24 uur verbod. En u weet dat hier een ander voor geld en is. Wat zegt u? Er is niemand buiten de grachten. Ja, en het stationsgebied. Oh, zo. Ja, laat erin. Hey, heb je wel eens maar eerder zo'n 24 uur of een overlastverbod gehad? Ja, dat is een tijdje geleden. Oh, je weet hoe het werkt? Ja, dat is. Oké, die is vuur. Hey, luister, ik krijg wel een beton in ieder geval voor de alcohol, omdat het gewoon niet toegedaan is en er veel overlast van houden voor zijn. Ik krijg wel een waarschuwing, niet dat ik een idee. Dat is heel wat voor je.
Goed. Wat ben je? Goed hoor, het is warm. We hebben een Landma. Bent u een Landma? Ja, ik heb ook zo'n motor, een militaire motor, kijk. Nou, het is een oude Harley. We gaan heel even voor de tas af doen. Dat voor rustig handboeien, is het oké? Ja. Nee, dat is een rustig. Rustig. Kerel, ga lekker daar die filmbeelden op kijken, jongen. Goh. Nee, maar dat voor rustig, dat is hartstikke goed, joh. Vandaag, dan kun je dat snappen. Kerel, moet je hem lekker doodschieten. Heeft hij nog iets van schip voor je? Nee, is niet nodig. Zeg eens. Hey, zit niet met je vuist in mijn gezicht. Doe lekker normaal. Ja, ik doe normaal. Zeg je. Ik wil even. Wat is het, Jas? Wees stoer. Nee, kankerloos debiel. Hé? Ja. En kankermensen op deze hele kankerplaneet, gek. Ja. Leuk, man. Ja, maar ik zie dat je heel weg. Ah, rot op, man. Hoe komt dat? Jullie kennen helemaal niks, man. Waarom? Je moet het verschil zien tussen A en Z. Helemaal niks. Leuk, jij een stap erbij? Ja. Dan is het ook wel lang aan de los. Ja, met je poten. Ik doe even voor de veiligheid. Simpel zat. Ja. Meedelen, bent u niet de antwoorden verplicht of vragen die u stellen? U mag straks even een raadsman raadplegen. Wordt straks ook voorgeleid bij de hulpofficier. Kunt u uw vraag nog even aanstellen. Is dat duidelijk? Ja, of dat alles zou kunnen. Bij deze kant komen. Zoals je op de beelden kunt zien, eenmaal een aanhouding voor belediging. Deze meneer is meegenomen naar het bureau en uiteraard ingesloten. In eerste instantie kwam de melding binnen dat er een meneer in een winkel was die met bloempotten naar klanten en omstanders aan het gooien was. En uiteindelijk toen de eerste collega's ter plaatse kwamen, bleek dat de meneer al weg was gelopen. Nou, kleine zoektocht gedaan in de omgeving. Uiteindelijk trof de OVD de meneer aan en zijn we in gesprek gegaan met deze meneer. Tegelijkertijd was er nog een collega in de winkel aanwezig om nou eens even te horen van joh, wat is nou aan de hand? Hè? Is er iets strafrechtelijks gebeurd? Willen jullie een aangifte doen? Of wordt het alleen een winkelontzegging? En wat is nou het verhaal? En wij waren buiten in gesprek met deze meneer. Nou, toen kregen we in ieder geval door dat hij niet helemaal helder van geest was. Mogelijk wat verward overkwam. In ieder geval verdrag vertoonde. Uiteindelijk begon hij ons ook te beledigen en uit te schelden. Hierop is uiteindelijk ook besloten om meneer aan te houden voor belediging. Dan wel het verstoren van de openbare orde daar, midden in het centrum. Nou, uiteindelijk doet de winkel verder geen aangifte. Want is, die houdt alleen bij een ontzegging. Het strafrechtelijke deel viel gelukkig wel mee. Bleek dat er wat oneenigheid was over een statiegeldbon die mogelijk niet meer geldig was dan wel geldig was. In ieder geval daar ontstond in ieder geval de ruzie uit. Nou, meneer aangehouden is inmiddels ingesloten. Hij is al in ieder geval het strafrechtelijke deel is in dit geval de belediging. Daarvoor is procesverbaal opgemaakt. En tegelijkertijd is ook de crisisdienst gebeld om eens naar deze meneer een beoordeling te kijken of het wel goed gaat en of hij hulp nodig heeft. En dat is ook gebeurd. Gaan wij inmiddels door naar een andere zaak. Tenminste, een andere zaak. We gaan gewoon verder met de dienst en komen deze meneer tegen die aan het drinken is. Als vervelend in een gebied waar dat niet toegestaan is en waar veel overlast is in het centrum. Hallo, sir.
We staan naar een bolle dak, overtreding APV, alcohol. Zijn die ontzettend gevallen bij? Sir, you understand English? It's not allowed to have the, alcohol here in this area. Sorry? Als een meneer voor me zit die een bekeuring krijgt omdat hij alcohol bij staat in het gebied waar dat niet mag. En ik heb daar een verklaring van hem nodig. Kunt u dat aan hem vragen? Ja, was duidelijk. Dan nog het volgende. Meneer krijgt ook een gebiedsverbod voor 24 uur. Kunt u dat hem mededelen? Dat betekent dat hij krijgt straks een kaartje mee. Dat hij op dat kaartje in dat gebied niet mag komen. Die blauwe broek bedoel je dan, hè? Ja, correct. Kun je er blijven staan? Yes. Je hebt een ID card on je? En jouw ID-card of paspoort? Nee, paspoort. Nee, terrein slapen, net deze. Begeleiden? Begeleiden. Oké. Okay. Ja, er is juist een straatroof geweest en daarvoor is hij verdacht. Dus we gaan er een of ander uitzoeken. Dat is wat we moeten vertellen met je, hè? Ja. Man, die worden. Man, die worden. Zoals jullie op de beelden konden zien, we kregen een melding van een straatroof. Het was iemand, straatroof misschien mogelijk gerold waarbij de telefoon was gestolen. In instantie was het niet helemaal duidelijk of het nou hete daad was dan niet hete daad. Uiteindelijk was er een getuige die zag mogelijk de verdachte lopen. De verdachte hebben gecontroleerd. Op dat moment hebben we in ieder geval geen buiten of dingen die mogelijk gestolen zijn bij de verdachte aangetroffen. En ik kan in deze zaak nog niet alles helemaal vertellen omdat de zaak nog loopt. Maar in dit geval hebben we ervoor gekozen om in ieder geval alles goed te noteren van deze persoon. Zijn elementen, naam, gegevens en een stukje onderzoek in de vorm van een fouillering gedaan. En dat leggen we allemaal vast samen met eventueel mogelijke camerabeelden. En dat, die zaak ligt nu nog bij de recherche en wordt in onderzoek gedaan. Dus mogelijk dat deze verdachte later nog wordt uitgenodigd, dan wel gesignaleerd als hij niet komt opdagen. Als hij blijkt dat hij daadwerkelijk meer in deze zaak te maken heeft. Nogmaals, ik kan er nu niet te veel over zeggen omdat de zaak nog loopt. Gaan wij inmiddels weer voor met de dienst. Komt u aanlopen, kalm. Met de machine op de trein, oude trein. Zuid gebracht, zuid gelopen. Oh nee. Ben ik Nederlands? I get some complaints from about you. Yeah, from who? From the people who work here and from people on the station, outside. Or this man. Also, yeah. So I want to know who you are and what's your business over here. Oh, I cannot give you the details of my suspension. Yeah. Okay. I cannot give you. Listen. I'm not gonna be a bitch. And you're obstacling the traffic with your vehicle. Yeah, pretty much. If he gives me the reason why I'm legit. No. It's not. No, you have to state the reason why you legitimize people. I told you. Get complaints about it. Doesn't matter. It's not about complaints. If you want to go into complaints, find my man. Do your thing. Since you think you can do it. Why are you making such a
come on, man. You can stand over there. Wait, we don't search. I did not give the consent to the search, okay? You don't have it. You don't have to do it. I don't have it. You don't have to do it. Whether you're Romanian or fucking Muslim or Christian, everybody has a paperwork. The man that you gave me. Okay, so you have to leave. You can take a train now, mm-hmm. otherwise you have to leave the outside the station area. Yeah, cool. And the citizen. Yeah. Yes? Hij heeft een crack en heroïne bij zich. Is dat allowed? Ja, hij heeft een paar bordjes crack. Wat is dit? Het is illegal. Yeah. Met een locatie voor de schaalhouding. We zijn inmiddels aan het einde gekomen van deze video. Je zag dan aan het einde van de dienst nog wat meldingjes. Nou ja, voornamelijk de overlast. Hè, de problematiek rondom het stationsgebied en een stukje van het centrum van Utrecht. Aan het einde nog een harddrugsgebruiker die een proces verbaal heeft gehad. Nogmaals zijn we aan het einde gekomen van deze video. Nou, ik zie jullie volgende week weer. Abonneer als je het niet gedaan hebt. Wil je nog wat anders zien? Klik hier links of rechts. Ik weet niet waar je het in zet. En dan tot de volgende keer. Later!